Nou, wat ik wil weten, man, is dat een klomp organisaties daar buiten kan. Wat ze misschien ons focust op AIDS, de anderen ze ons focust op die, dan focust op die. Zien zij, hoe zien jullie rol als een NPO? As, of jullie yeah. central focus point in andere woorden? Ik zou kunnen zeggen, onze rol is obviously met youth in mind. Okay. Dat is mensen wat voor andere mensen kan je, voor die oudere angle. Maar omdat die media hip-hop hype als een genre en is iets wat de youth geld in spin, is onze focus youth. Maar is hij net youth met hip-hop in mind? Die is basically access to opportunities. En hij is opportunities for education, opportunities for career. Of zoals ik gezegd, hip-hop is iets wat ons performen, hip-hop is iets wat ons leven. Zullen gebruik hip-hop als een vehicle? As ja, hip-hop is basically, ons praat samen en dan het kaal, want hip-hop is acceptable nou basically. Oh, I see. Ja. Want ik het gedink, like van de outside perspective, die hip-hop faculty was net een radio show. And that is where it begins and ends. Okay. And now and then misschien een compilation and events. Mm. So dat is eindelijk, like, hoe kan een man zeggen, dat is like een diepere. Dat is een mandaat achter het moment. Ja, zo te zeggen. Ik denk dat is bij cool. En het jullie misschien zo'n outreach of een network wat die Afrika loopt? Basically what happened is, ons krijg bij een keer mensen met music naar de radio show toe. En op dezelfde is daar ons wat time for us te representen. Like, een PE het ons een connection. En dan is daar nog een oude van die basement in Joburg. Okay, hij hoek ook op samen met ons. But it now, even in Canada, ons het een radio station in Canada, wat som van onze radio shows repeat. Okay, hij speel het en hij waar niet eigenlijk omdat ons zekere dates mensen in die show niet. Is net hij is honger voor die music, because ons het een website en wat hij gezien op die website, som van die park jams wat ons involved is. Okay. Ook het al een paar DJ workshops gedaan, ik het een paar workshops gefaciliteerd. Ons het een workshop gehad op music software, op songwriting. En as ek sê, dis nie hip-hop hier, so as dit nie een groot jeans of een skieve kippie het, dit kan nog altijd kom, ons kan vir jou access opportunity gee, waar jy miskien kan foto's vat van een hip-hop band, of jy kan basically die album cover design. Wat ek nou gehoor het, is like die faculty is nou like an international radio show, just not like a local. Is not like, local, yeah. In jou gezichtje. Is there any other countries that you guys are looking at in terms of branching out into, or? Currently is ons radio show, actually, wat ons vergeet het om te mention is, wordt worldwide gespeeld nou. So ze kan actually op je net, kan ze elke maandag de shows live luisteren. So allemaal een live guest. Van, elke week is het iets different. Het enige idee misschien een website opgezet of? Yeah, we've got a website. A new website actually is up now. That's kind of, we wanted to make it like a resource center for people to be able to come and submit stuff that they've written about hip-hop, or sort of with the aim of educating other people who visit the site about hip-hop. Obviously it's also about the show that we do on the radio station. Yeah, yeah. And the projects and things we do, but that's sort of, we're hoping to build into a resource center with people that they can visit it. So what times can people actually check you guys out on the radio, or I mean any websites, internet radio you can direct people to? What days, what nights can Mondays people? From 8 till 10 on UCC Mondays Radio. Mondays 8 to 10, yeah. It's in the Western Cape sort of area, 104.5, otherwise facultyofhiphop.org.za. Okay, cool. May the force be with you, and whatever travels with you, Sensei. So that was the Faculty of Hip Hop? No! B-Boys Tips and Tricks. Yeah, welcome terug. Tips and Tricks. And my linkerkant het ek vir Dwayne, en dan het ek vir Brandon en ek, Malin. Ons is hier om vir julle tips en tricks te gee. Soos laatste keer het ons gepraat oor vlees, verskillende vlees, hoe om het te doen met jou bene toe achter, hoe om achteruit te begin te vlees. Die week gaat ons vir julle wys verskillende combinaties. Windmill, optitles, vlees, rocket vlees, ons gaan alles combineer. Maar wat ek wil vir julle verduidelik is dat elke unieke stijl en elke persoon het sy unieke stijl, ja. So het gaan naar verskillende energie het, wat jy oorbring. As ook basis is saam met die muziek is, hoe jy muziek interpreteer, as jy die moves execute of so te sal sê, as jy die moves doen, ja. Die b-boy term vir sulke moves is power moves, en as verskillende power moves, as eto's, as nog anders, as 'n verskeidenheid van power moves, ja. Maar ons gaat kyk na 'n paar klein combinaties. Okay, laat ons gauw aan die gang kom. Ons doen windmill vlees eerst. En Dwayne gaat vir ons wys om 'n windmill vlees te doen. Daar is die windmill. En daar is die vlees. Windmill.
Okay, dis Winmore Flares, dis Dwayne. Nou volgende sal ons Flair 90s doen en met Winmore Flair op tot as ek kan ja. Brandon gaat ons demonstreer. Okay, dis a Flair 90. Flair, Flair 90, Flair weer af in 'n Winmore, in 'n Flair. Vir die palm move moet jy baie energie het en jou asemhaling moet reg is en moet reg. Basis asemhaal sodat jy dit kan doen. Wat belangrik is dat as jy jou bene ophou en jy hou dit stryd as dit